Het is vandaag 12 september 2013 en ik ben in de Kerkstraat in Lepelstraat. En ik sta hier voor de winkel Multibikes, een rijwielhandel en reparatie van Brian Koeman. En Lepelstraat is een relatief klein kerkdorp van Halsteren en tegenwoordig van Grootbergen op Zoom. En ja, zulke kernen, zulke woonkernen worden niet meer echt gezegend met veel winkels, want dat is soms moeilijk. Maar deze zaak bestaat 3 jaar en floreert als nooit tevoren. En vele mensen zijn nog geïnteresseerd in fietsen en dat merk je heel duidelijk als je straks met Brian en je hoort straks Brian praten. We gaan eens binnenkijken. Goedemiddag, ik spreek met Brian Koeman, eigenaar van de winkel Multibikes in Lepelstraat. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Zeg Brian, ja, je hebt een prachtige winkel en Lepelstraat is nou niet echt meer gezegend met veel winkels. Hoe lang ben je hier al gevestigd? Ik ben hier vanaf 2010 gevestigd. 2010, ja. Dat is nog relatief kort. Ja, een 3,5 jaar is het nu. Hè? Ja. Want je hebt hier een mooi pand, het is Kerkstraat hier nog steeds, hè? Ja. En wat was hier voorheen gevestigd? Een supermarkt. Oh ja. Ja. Die hebben we om weten toveren tot een rijwielzaak. Want ja, hoe kom je erbij om in Lepelstraat een rijwielzaak te beginnen? Dat is een vraag die natuurlijk veel gesteld wordt. Mm-hmm. Ten eerste, een geweldige locatie en gemeente. Het pand lenen zich uitermate voor een mooie vierkante winkel met een aparte opgang voor werkplaats. Mm-hmm. Dat zijn wel punten die voor mij belangrijk waren. En daarbij de omgeving zo voor het fietsen. Schoolgaande kinderen vanuit Steenbergen die naar Bergen op Zoom rijden. Mm-hmm. Ja, en er was natuurlijk helemaal niks op dit gebied toen jij hier begon. Lepelstraat niet. Nee. Nee, klopt. Want wat deed jij voor die tijd? Want was je toen ook al bezig in dit vak? Ja, ik ben vanaf mijn 15e werkzaam in de fietsen. Mm-hmm. Daarnaast heb ik nog heel eventjes installatietechniek gedaan. Officieel ben ik met mijn bedrijf in 1997 gestart. Aan huis naast mijn werk erbij. Oh ja. Dus in 2010 heb ik de stap genomen om fulltime voor mezelf te gaan. Ja, dan ben je helemaal 100% zelfstandig geworden. Ja, klopt. Dat is best een moedige stap, want ja, je moet maar afwachten. Hoe gaat het lopen? Moeilijke stap, overwogen stap. Geen dag spijt van gehad. Nee, want ja, je hebt ondertussen een prachtige zaak opgebouwd, maar zoals je al zei, je begon hier toen het was een supermarkt. Je hebt er wat aan verbouwd, maar als ik zo rondkijk, dan lijkt me dat er heel wat veranderd is. Ja, we hebben alles aangepakt. Mm-hmm. Zowel de wanden, plafond, vloer. Ja, behoorlijk wat werk aan gehad. Maar ja, het resultaat mag er zijn. Het resultaat mag er zeker zijn. Het is voor Lepelstraat kun je wel zeggen een sieraad voor op het gebied van voorzieningen. Ja. En loopt het naar wens? Ja, uitermate. Het is ieder jaar zie ik toch nog een groei. Mm-hmm. Ondanks dat de BOVAG, onze brancheorganisatie, geeft aan van dat het lastig is als dorps fietsenmakers, zeg maar. In deze moeilijke tijden de hoofd boven water te kunnen houden. Mm-hmm. Ik denk dat ik daar een juiste formule voor heb, zodat het wel lukt. Ja. Want we zien nog steeds een groei. Ja, want ja, Lepelstraat op zich is natuurlijk niet zo groot, maar krijg jij ook mensen buiten Lepelstraat? Ja, zeker. Ja. Ja, heb ik ook nodig om een bestaansrecht te hebben natuurlijk. Ja, want je kunt zeggen, behalve als je kind bent, maar als je volwassene bent en je hebt een fiets gekocht, dan kun je daar heel wat jaren mee vooruit, hè? Ja, gemiddelde levensduur is toch 10 tot 15 jaar voor een fiets. Maar jij, wat voor merken heb je allemaal in aanbieding? Ik kan in principe heel veel merken leveren. Mm-hmm. Ik ben hoofddealer van het merk Giant voor de gewone en de sportieve fiets. Daarnaast heb ik Jan Jansen, bekend van de racefietsen natuurlijk en de trekkingfietsen. Ik lever Pointer van elektrofietsen, een heel sterk merk daarin. We hebben op sportief gebied Ridley erbij sinds kort. Ik heb altijd Montego gedaan,
Dat is nu uitlopend. Mm-hmm. Ja, en verder kunnen de mensen ook een Bedavus, een Sparta bestellen. In principe kan men, want ja, de naam Multibikes doet het al vermoeden natuurlijk. Precies. Dat je zegt, ja, wat er, alle soorten fietsen, die alle merken, je hoeft ze niet altijd in de zaak te hebben, maar je kunt ze allemaal leveren. Ja, zeker wel. En ja, ook concurrerend qua prijs ook. Mm-hmm. Het is een, ja, ik heb bewust gekozen om de winkel niet propvol te zetten. Nee. Ja, dat is een keuze. Je kunt het heel vol stouwen, maar dan is het overzicht kwijt. Het blijft overzichtelijk. Ja, het is een 275 vierkante meter winkeloppervlakte. Ja. En ja, ik ben van mening, als je het helemaal vol zet, is het ook lastig. Ja, dat is ook niet meer overzichtelijk. Hè? Nee, nee. Ja. Want ja, de opmars van de e-bike, ja, dat is bekend. Merk jij dat ook? Absoluut. Ja. De aantallen, het gros is tegenwoordig al e-bike. Ja. Ja, want iemand die nou, laten we zo zeggen, die komt om een nieuwe fiets en hij is boven een bepaalde leeftijd. Of kun je merken dat eigenlijk elke leeftijd tegenwoordig in de belangstelling staat? Ik heb zelfs al schoolgaande jeugd erbij die een e-bike nemen. Ja. Ja, zeker als je wat verder uit de polder komt en je moet naar Bergen op Zoom, is het toch een aardig stukje fietsen. Ja. Want ja, jij verkoopt niet alleen fietsen, maar je bent ook reparateur. Je kan ze ook onderhouden en maken als er iets mee mis is. Zeker, ja. Dat is ook een, vind ik gewoon normaal. Als je een fiets koopt, ook daar op de locatie terug kan voor onderhoud en service. Mm-hmm. En ja, dat vind ik heel belangrijk ook. Ja, want Brian, werk jij alleen hier in de zaak of heb je nog hulp? Wel. Ja. Voornamelijk alles nog alleen, zowel de werkplaats, de verkoop. Dus dan heb je best je handen aan vol natuurlijk. Handjes vol, absoluut. Maar het is van de andere kant ook wel een mooie combinatie, want je werkplaats is hier direct aangrenzend aan de winkelruimte. Ja, ik wilde eerst een open werkplaats, want ik vind, je moet niks geheim houden. Mensen mogen zien wat er gebeurt, maar mm-hmm. Ja, door middel van die 275 vierkante meter kreeg ik het niet... om het echt te integreren in de winkel. Ja. Maar ja, ik heb bewust ook geen gesloten deuren tussen zitten. Nee, nee, nee. En reparaties, moeten ze er lang op wachten, de mensen? Of kun je dat meestal in een dag afhankelijk van de reparatie afwerken? Normaal gesproken is wel het streven 's ochtends brengen, 's avonds klaar. Ja. Ik moet helaas toegeven dat het door het succes en de drukte die toegenomen is, dat ik het niet altijd meer waar kan maken. Nee, nee, nee. Ik ben nu inderdaad bezig met te kijken om een geschikte monteur aan te nemen. Oh ja, 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 want op een zeker moment, ja, dan loop je ergens tegen de grens aan natuurlijk. Ja, klopt. En ja, er zitten maar 24 uur in een dag. Ja. Ja, je moet ook eens een keer slapen natuurlijk. Woon jij ook hier in de buurt van je winkel? Nee, ik woon in Bergen op Zoom. Oh, je woont in Bergen op Zoom, dus je komt iedere dag hier naartoe. Ja. En ben je 6 dagen in de week geopend of hoe gaat dat? Maandag is mijn sluitingsdag. Oh ja. Verder ben ik van 8:30 tot 6 geopend, van dinsdag tot met vrijdag. Mm-hmm. En zaterdags ben ik van 8:30 tot 4 geopend. Ja. Ja, en daarnaast heb je natuurlijk, zoals dat een ondernemer betaamt, moet je ook nog je boekhouding doen, je administratie, je voorraad aanvullen. Absoluut, ja, in de avonduurtjes. Ja, want ga jij ook nog, laten we zeggen elk jaar, ik heb wel begrepen dat er af en toe van die fietsenbeurzen zijn, waar nieuwe modellen, nieuwe types worden getoond. Ga je daar naartoe? Absoluut, ja. Ja. Je moet weten wat er te koop is op de markt natuurlijk. Ja, en dan ga je daar oriënteren. En ja, niet alleen voor de verkoop van nieuwe modellen, maar ook gewoon cursussen. Zeker op het e-bike verhaal. Ja. Ja. Er zijn zoveel ontwikkelingen en veranderingen de laatste jaren. Ja, dat moet je gewoon bijhouden. Ja, want de hele ontwikkeling in de e-bikes die gaat eigenlijk snel. Hè? Die laten we zeggen, de accu's of de batterijen, hoe je ze noemen wil, die waren vroeger nogal zichtbaar. Dat wordt steeds minder, geloof ik, hè? De capaciteit van de accu wordt groter en het formaat kleiner. Ja, ja. Dat klopt. Want en je moet, voorraad, ja, je zegt het al, je hebt natuurlijk een beperkte ruimte. Je voorraad moet je beperkt houden, maar je kunt vrij snel inspelen op de vraag als het moet. Jawel, ik heb... voor het omvang van de winkel heb ik nog een behoorlijke voorraad. Mm-hmm. Het zou wat kleiner willen, maar ja, zelf ben ik ook van mening, voorraad is altijd makkelijk. Ja. Ja, maar tegenwoordig hebben we allemaal een goed besteld systeem.
voor 5 uur besteld, andere ochtend geleverd. Dan is het dan. Ja, je kunt je voorraad kleiner houden. Ja. Ja, Brian, we hebben het natuurlijk allemaal nu over fietsen gehad in allerlei soorten en maten. Maar ik zie ook dat je nog echt gemotoriseerd materiaal verkoopt. Ja, klopt. We doen ook de scooters, bromfietsen, snorfietsjes. Uh-huh. Zowel benzine aangedreven als elektrisch. Ja. En is daar ook veel vraag naar? Op het moment is het wat minder. De jeugd die mag nu al vroeger met autorijbewijs beginnen. Mm-hmm. Ja, dan zien we wel een daling in de verkoop. Ja, want dan kiest men eerder voor een autootje. Klopt, ja, en ze moeten natuurlijk een rijbewijs halen voor een scooter. Ja. Dat was vroeger ook niet. Dus het zijn wel factoren die wat nadelig zijn voor ons. Mm-hmm. Ja. Want als we zo de winkel inkijken, ja, je hebt ook racefietsen. Voor degene die echt sportief de weg op wil? Ja, ik ben een winkel wel wat sportief georiënteerd. Mm-hmm. Maar wel een heel breed assortiment. Ja. Ja, ik heb van kinderfiets tot rollator, zeg ik. Zelfs rollators leveren we nu. Ook dat? Ja. Ja. En de volgende stap zal zijn scootmobielen. Ja. En alle bijbehorende zaken die bij een fietsen horen. Kleding, fietskleding. Kleding, accessoires. Schoenen, helmen, ja, alles. Nou, dat is een hele. Want als ik dat zo zie en ik kijk zo rond in je winkel. Je moet natuurlijk toch heel wat voorraad ook hebben. Wat allemaal geld gekost heeft. Daar gaat ook veel geld in zitten. Absoluut, ja. Dat je zegt, dat moet je toch allemaal eerst zelf aanschaffen voordat het verkocht wordt. Dus je hebt heel wat kapitaal in zo'n zaak zitten. Absoluut, ja. Maar ja, als het maar snel genoeg rondloopt, dan is het geen probleem. Precies, ja. We gaan eens even in jouw werkplaats kijken. Ja, Brian, we zijn nu in je werkplaats. Die ziet er keurig opgeruimd en netjes uit. Ja, dank je. En hier breng jij waarschijnlijk ook heel wat uurtjes in door als er geen klanten komen. Klopt, ja. En de mensen die. Geef je zo ook een seintje als de fiets klaar is? Dat werkt bij ons door middel van een sms-centrale. Ja. Ja, als ik de reparatie in mijn kassasysteem meld als klaar zijnde, mm-hmm. dan stuurt hij automatisch een berichtje naar de klant. Oh ja, dus dat is handig. Dan hoeft de klant niet voor niets te komen om te zeggen: nou, is hij al klaar? Nee, klopt. Dan weet hij dat hij klaar is. En we geven ook altijd vooraf een duidelijke communicatie over de eventuele kosten van de reparatie. Ja. Mocht er ineens wat blijken waarvan je zegt, dat gaat meer kosten dan de klant had verwacht. Dan zullen we het altijd in overleg doen met de klant. Ja, precies. Ja, want dan bel je liever een keertje te veel dan wanneer de klant straks komt en zegt, wat heb je nou, dat precies. Had ik niet verwacht. Ja, want soms kun je toch aardig schrikken van onderdeelprijzen. Ik kan me zo voorstellen, je komt, iedereen heeft op zijn tijd een nieuwe fiets nodig, gelukkig. En vooral nu de e-bike zo in opkomst is, je bent wat ouder, je komt met je oudere fiets hier naar jou toe. Heb jij dan ook een plaatsje voor jou de fiets? Die kunnen ingeruild worden tegen de dagwaarde. Ja. En dan zorg jij wel weer dat hij ergens zijn weg vindt. Jawel, of ik verkoop ze zelf. Anders, de oudere fietsen die gaan in de partijen gaan die gewoon worden. Ja. En je werkt over het algemeen in je eentje, zeg je. Dat is wel handig. Soms niet handig natuurlijk als er erg veel werk gelijk optreedt. Maar dan ben je ook echt helemaal je eigen baas, laten we het zo zeggen. Je kunt alles indelen, je tijd. Maar hou jij je als ondernemer ook strikt, dat zal wel niet, aan sluitingstijden of zo? Ja, wel officieel de winkel, maar dat je hierachter nog doorgaat als er veel werk is? In de avonduren of in de vroege uurtjes, ja. Ja, dat kan bijna niet. Die zijn vaak productiever als overdag. Ja, want geen telefoon. Nee, dan kan je gewoon rustig doorwerken. Ja, ik zie hier mooie racefietsen staan. Jan Jansen, bekende naam in de wielerwereld natuurlijk. Toewinner, ja. Ja. En Brian, ik hoorde je net zeggen dat je daar ook echt een stimulans aan geeft om die sport hier in Lepelstraat te promoten, zou je kunnen zeggen. En wat heb je gedaan? Je vertelde me, je hebt een clubje opgericht. Klopt, ja. We hebben vorig jaar een tourclub opgericht. Mm-hmm. We zagen dat er heel veel, we noemen ze ZZP'ers, zelfstandigen zonder peloton. Ja.
Ja, we zien toch veel mensen alleen fietsen. Ja, ze durven vaak niet met de snelle jongens mee, de bestaande clubs. En ja, vinden het leuk om met wat beginners bij elkaar s'avonds een rondje te fietsen. Oh ja. En we hebben een beginnersrondje van 30 kilometer die we op dinsdagavond rijden. We starten om 7 uur en tussen 6 en 7 heb ik altijd nog een technisch inloopuurtje. Oh ja. Dus voor als er vragen zijn of ja, wat tips te geven. Rij je zelf ook mee? Normaal gesproken wel. Op het moment zit ik eventjes met een blessure aan mijn rug. Maar, oh ja. Maar anders dan... Anders zijn we van de partij. Ja, oh, maar dat is een mooi initiatief. Klopt, word ik zeer goed ontvangen. Ja. En ja, ook voor bezigheid van jeugd, dat ze iets om handen hebben. Klopt, alles rijdt mee. Ja. Ja. Ook veel dames. Oh toch? Ja, dames en heren. Ja, alles door elkaar. En heeft het ook nog een naam? Of moet dat nog komen? De tourclub die we hebben, die heet dan Team TWC Multibikes. Team TWC Multibikes. En TWC, waar staat dat voor? De Winning Concept. Ah, juist. Goh, en hoe lang bestaat dat al? Een jaar. Nog maar een jaar. Ja. Vorig jaar zomer mee begonnen, dit is het tweede seizoen. Oh, nou, dit is bijzonder leuk om dat te horen en ook te doen, denk ik, hè? Absoluut, ja. Want dat technisch inloopuurtje, ik kan me zo voorstellen dat ze dan een vraag hebben over de fietsafstelling en wat dan ook. Een versnellingje afstellen, ja. Het is een, wat uitleg over zadelhoogte, stuurafstelling, ja. Goh, maar Brian, ja, je bent, zoals je zei, in 2010 begonnen, nog maar 3 jaar dus in feite. Hoe zie jij verder de toekomst van je winkel en je bezigheden hier in Lepelstraat? De toekomst zie ik gewoon goed in. We willen er voorlopig gewoon mee doorgaan. Ja. Ja, want je merkt dat er duidelijke behoefte is aan een winkel zoals jij die hier drijft. En de faciliteiten die je daarbij biedt. Ja, idee heb ik wel. Mm-hmm. Ja. Beetje door mijn eigen aanpak. Ja. Nou, ik vond het heel interessant om dit gesprek met je te voeren en wat meer te vernemen van de achtergronden van jouw werk en van je zaak hier. Nou, ik wens je veel succes voor de komende tijd. En iedereen die door Lepelstraat komt, die moet zeker eens even binnenwippen, want het is de moeite waard. Je bent een van de mooiste winkels, misschien zelfs wel de mooiste winkel zo een beetje in Lepelstraat, zoals ik het kan beoordelen. Ja, dank je. En we hebben altijd vers koffie staan. Oh, nou, dat is goed om te weten. Dank je wel.